Ik heb wel nieuwe inzichten gekregen. Ik zie inderdaad hoe mooi, als je een beetje doorvraagt, dat studenten echt wel een mening hebben. En ik zie dat het waardevol voor ze is dat ze daarvoor uitkomen en dat ze over de catwalk lopen. En dat ze weer een stapje gegroeid zijn. Dus ik zie absoluut nieuwe inzichten dat dit belangrijk voor ze is. Ja, voor met die opdracht, met mijn eigen ervaring, dat je zeg maar nog wel heel erg erachter gaat komen wat je wel en niet leuk vindt. En wat je, waar je denkt dat je gaat brengen. Deze ervaring komt me zeker van pas. Omdat ik merk dat het best wel een start is eigenlijk van iets waar ik mee verder wil gaan in mijn leven. Ja, wat ga ik ermee doen in de toekomst? Ik ga zeker gewoon deze opdracht meenemen en me eraan laten herinneren wat ik heb gedaan. Hoe ik het heb gedaan en hoe ik dit in het vervolg kan toepassen ook. We zijn op de biologisch dynamische boerderij van Claudie Jongstra, een kunstenares van wereldfaam. We hebben hier een vierdaags avontuur van de studenten Game Architecture and Design. Ik doe natuurlijk wel heel veel met computers, maar het is ook belangrijk om gewoon in het echte leven te leren hoe het is gegaan en hoe het vroeger ging. We leven in een maatschappij waarin we een omslag moeten gaan maken. Dat voelen we met z'n allen. Maar hoe moeten we dat doen? En hier maken we daar een begin mee. Ik vind de samenwerking met het Alfa College het Groningen zo belangrijk. Omdat ik het eigenlijk voorbeeldstellend wil pitchen voor de rest van Nederland. Omdat jullie eigenlijk de enige zijn die eigenlijk het lef hebben gehad om dat curriculum open te breken. En we denken dat het voor alle studenten heel erg van belang is om in contact te komen met een hele andere manier van leven. Wat ze naar alle waarschijnlijkheid niet van huis uit hebben meegekregen. En ook niet bij de opleidingen leren. Dus het is heel erg persoonlijke groei en bewustwording. Het inspireert me gewoon. Het is gewoon heel leuk om in de natuur te werken voor een keer. En niet de hele tijd achter een computer. De grootste verandering waar het project voor heeft gezorgd is dat studenten een drempel overstappen. En we gaan een wereld in die compleet nieuw is voor ons, maar ook voor de studenten. En soms zien we ook dat studenten tegen een drempel aanlopen. Maar het is zo tof om te zien dat ze dan over die drempel heen springen en open gaan staan voor nieuwe en andere dingen. En daar worden wij als docenten ook heel blij van. Het is toch wel best wel leerzaam geweest. Echt heel veel nieuwe mensen om je heen, ook andere landen, andere talen. Dus je moet ook heel veel Engels praten, maar dat zet je toch wel aan het denken. En dan, maar durf je dat ook steeds vaker? Durf je ook wel dingen te zeggen? De hulpvraag luidt nu: hoe kunnen we er samen voor zorgen dat we een bewuste voedselkeuze maken met respect voor dieren, omgeving en mens? Nou, de Voedselraad staat heel erg van om jongeren een stem te geven. Dus zeg maar, nu worden besluiten vooral nog genomen door volwassenen en hebben zij heel erg de regie zeg maar, in handen. Met name dat de jongeren leren om intersectoraal, dus alle sectoren bij elkaar, gezamenlijk aan tafel zitten om met elkaar te spreken. Hoe kun je dit op een verantwoorde wijze doen? Welke mogelijkheden hebben we dus in de toekomst? Dat ze met elkaar verkennen van welke kansen zijn er en hoe kunnen we dat dan met elkaar creëren? We gaan met elkaar in dialoog. Ik wil de volwassenen vragen om vooral heel goed te luisteren, want dat is precies de essentie van de jongerenraad. Ze willen gehoord worden. Zij zijn de toekomst. Zij hebben daar hele sterke ideeën bij. Waar zij tegenaan lopen, dat gehoord is. En wij willen dat nu verder brengen. En verder brengen door ook zelf als bestuurders meteen vanaf nu iets mee te pakken waarmee wij aan de slag gaan en over een bepaalde periode, een half jaar, komen we weer terug. En dan gaan we kijken wat hebben wij zelf daarin gedaan om dat verder te brengen met de Voedseljongerenraad en dan ook kijken wat hebben zij nodig om dat vervolgens weer verder te brengen.
Dit project heeft voor ontzettend veel verandering binnen onze school, maar ook buiten onze school gezorgd. We zijn namelijk regionaal al ontzettend bekend geworden met dit project. We hebben de pers gehaald en onze jongeren worden echt serieus genomen door diverse bestuurders. Onder andere de gemeente Groningen, maar ook de gemeente Westerkwartier. En andere partijen hebben inmiddels de raad weten te vinden om hun vraagstukken neer te leggen. En dat vinden we ontzettend belangrijk voor onze school, maar ook voor studenten, dat ze regionaal goed verankerd zijn. En dat dat een baanperspectief op de toekomst voor hun alleen maar vergroot, omdat ze zo in die netwerken zitten. Dus het heeft enorme impact. Mijn deelname aan de Koetse Jongerenraad heeft zeker nieuwe inzichten gegeven. Ik sta sterk in mijn schoenen. Mijn mening geven is heel belangrijk geworden. En mijn mening maakt ook echt verschil. Deze ervaring door de Koetse Jongerenraad komt zeker van pas, omdat je ook heel veel nieuwe dingen van voeding leert, veel kennis en ervaring doet in de praktijk. Ja, de deelname heeft mij veel breder kennis gegeven qua inzichten en alles. En ik ben veel ondernemender geworden en qua sociaal aspect ook.